Kijk eens aan, hier hebben we Nani. Bam! Welkom bij weer een nieuwe video hier op mijn kanaal, dames en heren. Jongens en meisjes, het is eindelijk zover. Er is weer een nieuwe knokker in Brawl Stars en die gaan we vandaag krijgen, jongens. Ik ga het voelen, we gaan deze vandaag gewoon kopen. Als je daar zin in hebt, smash dan een blauw duimpje omhoog. Support je mij natuurlijk enorm. En als je nog niet bent geabonneerd op mijn kanaal, abonneer dan nu sowieso eventjes om op de hoogte te blijven van mijn video natuurlijk. En een dikke shout-out voor de mensen die mij gevolgd hebben op Instagram. Heel erg bedankt voor het volgen, jongens. Volg je mij nog niet op Instagram, doe het dan sowieso eventjes. Want we gaan richting de 50.000 volgers op Instagram. En we gaan richting de 150.000 abonnees op YouTube. Dus wil je mij nou supporten, abonneer dan sowieso eventjes op mijn kanaal. Maar zoals je kan zien, zitten wij in Brawl Stars, dames en heren. En het is vandaag dat ik deze video opneem, vrijdag. Want als wij naar de knokkers gaan, zie jij dat ik nu in plaats van 36 van de 36 knokkers had, heb ik 36 van de 37 knokkers. Want als we helemaal naar beneden scrollen, zien we hier Nani staan, open knokdozen om te ontgrendelen. Nou, hier staat hij, dames en heren. Wat het chillen dus is, als ik vandaag naar de itemshop ga, kijk eens wat er in de itemshop staat. Ik kan dus hier Nani kopen voor 209 edelstenen plus 180 krachtpunten erbij. Of ik kan een epische knokker voor 170 edelstenen kopen zonder krachtpunten erbij. Dus wat ik ga doen, is ik ga gewoon deze aanbieding kopen. Ik heb toch genoeg edelstenen. Dus zoals je kan zien, krijg ik dan Nani en 180 krachtpunten. En daarna wil ik dus nog wat megadozen gaan openen. Eigenlijk van die starpoints. Puur om Nani even up te graden. Want zoals je weet, als ik nu een megadoos open, krijg ik of alleen maar een sterrenkracht of alleen munten. In dit geval krijg ik natuurlijk ook krachtpunten voor Nani erbij. Dus dames en heren, wij gaan hem kopen. Smash als dat blauw duimpje omhoog als je het nog niet hebt gedaan. Natuurlijk, want here we go. Kijk eens aan. Hier hebben we Nani. Bam! Kijk eens aan, we hebben weer alle knokkers in de game gelukkig. We hebben weer 37 van de 37 knokkers. Daar ben ik blij mee. Zoals je kan zien, Nani is een epische knokker. Nani houdt van haar vrienden en gebruikt haar waakzame lens om op ze te passen. Ze vuurt nauwkeurig schoten af op vijanden. En met haar super bestuurt ze haar kameraadje Piep. Oké, nou hallo Piep, welkom. Die afscheid neemt met een knal. Nou oké, prima. Kijk eens aan. En 180 krachtpunten. Ik weet niet hoe vaak we die dus nu kunnen upgraden. Dat kunnen we dus zien. Dus we gaan naar de knokkers. Helemaal naar beneden staat Nani. Nou kijk eens aan. Upgrade. Bam. Upgrade. Bam. Upgrade. Bam. Upgrade. Oké, ze hebben daar krachtlevel 5 gelijk. En ze is nog geen rang 1. Dus dat is matig. Dat is nice. Nou, we hebben hier ook het nieuws. Nou, er staat natuurlijk dat de knokker nieuw is. Maar wat we dus gaan doen, we gaan even naar de shop. Ik wil namelijk even een megadoos openen. Ja, 80 edelstenen, die kan ik helaas niet openen. Dus, ik kan niet eens een megadoos openen van die Star Power, zie ik nu. Ik kan niet eens een Star Power case openen. Oké, dan ga ik een grote doos openen, want daar krijg ik ook krachtpunten uit. Normaal krijg ik alleen munt uit. En nu krijg ik als goed is krachtpunten voor Nani uit. Kijk, ja, weer 91. Prima. Lekker. Ik weet niet of ik hier nog wat te openen heb. Heb ik hier nog wat te openen? Ja, ik heb nog één grote doos van mijn, hoe heet dat? Brawl Pass natuurlijk. Nou, kom maar door. Ook nog even wat upgrades. Ja hoor, kijk eens aan. Kunnen we Nani nog een keertje upgraden? Prima, dan is de krachtlevel 6 op dit moment. Dus gaan we weer naar beneden. Zo, hoppatee. Nani is binnen met krachtlevel 6. Prima. Is helemaal nice. Dan gaan we er wel even aanzetten natuurlijk. Hoppatee, hier selecteren. Bam. Hij ziet er grappig uit, man. Hij ziet er heel grappig uit. Of zij ziet er grappig uit, sorry, moet ik zeggen. Zij. Dus wat we gaan doen, is ik ga eerst even een potje edelstenen grijs spelen om te kijken hoe ze precies speelt. Want ik heb er nog niet mee gespeeld. Ik heb wel al gameplay gezien hoe en wat ongeveer, maar nog niet precies hoe ze dus in het echt speelt. En daar gaan we dus nu achter komen. Oh mijn god, dit ziet er heel apart uit. Oké, even kijken. Ik ga maar gewoon hierin schieten. Oh, wat? Yo, dit is ziek. Zo, hij doet ziek veel damage. Oh mijn god, ja, ik speel waarschijnlijk ook tegen andere mensen met krachtlevel 1 of niet. Ik weet niet of ik tegen met andere mensen ook tegen krachtlevel 1 speel op dit moment. Maar volgens mij is ze heel erg sterk. Hoppatee. Hoppatee. Ik doe bijna 3000 damage. Ik doe bijna 3000 damage. Dat is ziek veel. Hier, kom hier. Ik moet haar even killen, want zij heeft twee van die dingen. Hier, hoppatee. Even hem pakken. Hoppatee. Mijn special die kan ik nu daarheen gooien. Maar dan weet ik niet wat hij precies doet. Dus ik ga hem er gewoon op afsturen zo. Kijk eens aan. Oh, hij komt terug. Wat? Oh, wacht. Ik ben die special nu. Wat de heck? Ik blijf daar gewoon stilstaan. Nee, ik ga dood. Wat? Oké, ik moest even doorkrijgen wat de heck die special is. Die special moet ik dus doen als ik ergens achteraan sta. Duidelijk. Oké, nou, hier, even hun killen. Kom op. Moet nou wel te doen zijn. Toch nog maar skills even. Kom op. Hier. Bam. Ze gaan het anders winnen. Ik wil niet meer al deze potjes verliezen met Nani. Ja, nu maakt het nog niet heel veel uit. Oké, die is dood. Oh, ik doe het weer. Ik doe het weer. Oh, mijn god. Pak ze, pak ze, pak ze, pak ze. Pak al die edelstenen teammates. Ik speel echt met noob teammates, jongens. Holy shit. Oké, we moeten hier de afstand nu houden. Kom op. Kom maar, push maar. Push maar, jongens. Kom op, we moeten nog twee edelstenen hebben. Teammate, als je even je best doet en dan hem probeert te killen. Hebben we er nu nog maar één nodig. Oh, nevermind, we kunnen aftellen. Naar achteren. Terugtrekken. Nee, die Jackie moet nou niet doodgaan. Die Jackie moet nou niet doodgaan. Ga nou niet, nu niet gaan fighten. Dat zou zo dom zijn als je nu al je edelstenen kwijtraakt. Kom maar. Ik vind Nani tot nu toe wel chill. Oh, bam, ontplof, ontplof, ontplof. Nice.
Zo, hier heb ik het goed gesaved, zeg. Hier heb ik het heel goed gesaved. Let's go. De allereerste game met Nani is gewonnen, dames en heren. Kijk eens aan. Hoppatee. Ik ben geen sterspeler geworden. Kan ik begrijpen. Super nice. Maar ik zie dus nu al dat Nani geen knokker is om bijvoorbeeld te gebruiken in knokbal, denk ik. Maar misschien heb ik het helemaal verkeerd. Dat kan natuurlijk heel anders zijn. Ik heb nog geen knokbal gespeeld. Want mijn doel eigenlijk wel is om Nani natuurlijk ook zo snel mogelijk naar krachtlevel 9 te krijgen. Maar ja, zoals je kan zien, ik heb nu Nani niet met zo'n goud randje. Vind ik best jammer. Maar goed, ja, ik kan ook niet even 1, 2, 3 iets kopen in de itemshop. Want ja, zoals je kan zien, er zijn geen megadoos te komen met Starpoint dit. Dat is best jammer, maar goed, oké. We gaan dan gewoon nog een potje spelen met Nani op EOS en Gai. Kijken of we de tweede game ook kunnen winnen. Ik heb een beetje last van de traanoog. Ziek vervelend natuurlijk, maar here we go. Ai. Tweede potje met Nani. Ik ben benieuwd. We hebben natuurlijk krachtlevel 5, volgens mij krachtlevel 6. Maar goed, dat is nice. Even kijken, hier, kom maar. Hoppatee. Gelijk even zieke damage doen. Oké, nu doet hij minder damage. Dus voor mij doet hij vanaf verder af meer damage dan van dichtbij. Maar don't blame me. Als ik dat fout heb, dan moet ik nog allemaal even achterkomen. Er komt hier een boe aan. Kijk, nu deed hij weer 3000 damage. Zo apart. Echt, ik snap er af en toe helemaal geen bal van. Maar goed, als we dit weer kunnen domineren, zou het super nice zijn. Dan kunnen we weer een easy win binnenhalen. En natuurlijk Nani zo snel mogelijk naar krachtlevel. Nou, zeg het eens. Weet ik voor wat. Of naar rang 15 proberen te pushen. Alles is natuurlijk mogelijk, jongens. Alles is natuurlijk mogelijk. Hij heeft alleen niet zo heel veel range. Maar goed, hey, dat nemen we voor lief. Dat kan natuurlijk, hè. Dat vinden we allemaal prima. Er gaat sowieso daar iemand uitkomen, denk ik. Nee, er zit hier links van ons iemand te campen. Nou, we gaan dit easy even uitspelen, jongens. Kom maar. Hier, hoppatee. Even damage gedaan. Hutsie. Lekker zo. Kom maar door. Hoppatee. Er zit daar een turret die gaat kijken. Ze zijn allemaal dood. Dit is zo'n easy win. Dit is echt een hele easy win. Komt natuurlijk omdat mijn naam nu nog low is, natuurlijk. Snap ik zelf ook wel. Hier, ik ga nu mijn special op afsturen. Kijk. Als er dan hier iemand aankomt, dan ontploft hij dus gewoon. Oh, oké. Okay, ik snap nu die special. Ik snap nu die special. Oké, okay, nice. We gaan nu aftellen. Lekker. Weer een winnetje met Nani erbij. Kom maar. Hoppatee. Jou pak ik er nog even bij. Er gaat daar een teammate dood, wilde ik zeggen. Maar dat was dus niet zo. Maar dat was niet. Kom maar. Hier, push mij. Push mij, push mij. Hoppatee. Kom maar. Hoppa. Ik kan nog één keer mijn special doen. En het game is alweer afgelopen. Want we hebben weer een easy win binnen. We hebben alweer een easy win binnen. Weer geen ster spelen helaas. Maar niet uit. We zijn rang 2. Let's go. Kijk eens aan. Hoppatee. Lekker zeg, jongens. Oh, wat lekker. Even kijken, we hebben nu 60 van die tokens. Hoeveel tokens moet ik nog krijgen om een grote doos te krijgen? Ja, best nog wel veel volgens mij, hè. Even kijken, nog 200 om precies te zijn. Nou, ik zie denk ik ook geen challenge, even 1, 2, 3, die ik snel kan halen. Ja, wat is mijn edelstenigheid challenge? Oh, ik heb ziek veel challenges die ik nog moet doen. Ik heb heel veel challenges niet gedaan, jongens. Waar is mijn edelstenigheid challenge? Win 6 gevechten in edelstenigheid. Nou, dat gaan we sowieso niet halen. Ik wil wel nog één potje spelen om te kijken of we 3 van de 3 potjes kunnen winnen. Want Nani speelt dus heel erg chill. Ik vind het een chille knokker. En ja, ik ben benieuwd wat dan de volgende knokker gaat worden die in de game gaat komen. Want natuurlijk, hoe heet die ook weer? Maar hoe heet die ene knokker nou die laatst in de game was gekomen met de Brawl Pass? Iets met een G. Ik denk het is G, maar dat is het dus niet. Oh, dit is slim. Dit is slim, teammate, om ons hier zo even op te sluiten. Dat is niet zo slim, want nu kunnen wij geen edelstenen pakken, maat. Nu kunnen wij geen edelstenen pakken. Kom. Hoe lang duurt dit nog? Hoppatee. Oké, okay, pak je edelstenen snel. Hoppatee. Oh, ik ga bijna dood. Ik moet even uitkijken nu. Ik wil nog niet dood, als je het niet erg vindt. Oké, kijk. Wat hun nu doen is niet echt slim, want wij spannen dadelijk daar achter ze. Kijk, nu kunnen wij weer teruglopen. We hebben 2 edelstenen nu. Nou, prima. Prima, prima, prima. Gil heette die trouwens. Zo, ze komt opeens naar binnen. Gil heette die, klopt. Hier, snel deze op af. Bam. Ontplof, ontplof, ontplof. Hoppatee. Lekker, wij zijn nu hier safe. Dan gooi ik daar mijn ding heen. Dacht dat ik iemand kon gaan raken. Was helaas niet zo. Oké, ze gaan nu achter mij aankomen. Ik ben weak. Ik ben weak. Ik ben een easy target. Hier, kom op, snel. Oh, nee, ik ben dood. Oh, daar liggen allemaal edelstenen. Oh, wat dom. Chess, je had dit potje niet meer moeten spelen. Oké, we moeten ze nu heel snel weten te killen. Kom op. Weten te killen, kom op, alsjeblieft. Pressure erop af. Pressure erop af, want hij is weak, hij is weak, hij is weak. Hoppatee, die is dood. Kijk, dan is de aftellen tenminste eventjes gestopt. Zo. Ik weet niet waar iedereen zit, hoor. Even kijken, even de concentratie volhouden nu. Kom, teammates terug, weg daar. Teammates moeten weg daar. Oh, 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 oh. Weg daar, ik ga mijn special op afgooien. Hier, dan is hij ook dood. Oh shit, die ging de verkeerde kant op. Oh, dit wordt nog een spannend potje, jongens. Ja, we kunnen aftellen, wegwezen, wegwezen. Oh mijn god, dit wordt spannend. Dit wordt heel spannend. Dit wordt heel spannend. Nee, teammate. Ja, lekker, lekker, lekker. Ik doe mijn special. Oh, die is afgegaan. Oh jee, oh jee, oh jee, oh jee, oh jee. Niet dood van Chess. Kom op, kill hem, kill hem, kill hem. Nee, nee, nee. Teammate, alsjeblieft. Wat is dit voor potje, jongens? Wat is dit voor potje? Oh mijn god, al die edelstenen liggen hier. Al die edelstenen liggen hier. Ik heb mijn special. Bam. Kill hem, kill hem, kill hem. Ja, 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 ja. Hier liggen alle edelstenen.
Nee, we kunnen ze niet pakken door die teammate. Wat doe je? Teammate, wat heb je gedaan? Oh, wat dom. Oké, nu hebben we alles. Oké, wegwezen hier. En er liggen daar nog heel veel. Ik ben bang als we die pakken dat ze dan ook kunnen aftellen. Maar dat kunnen ze niet, want we hebben er nu 18. Ik heb er 13. Oké, wegwezen hier, wegwezen hier, wegwezen hier. Kom eens special snel op afsturen. Bam. Oké, deze hebben we nog gewoon gewonnen ook. Hier, ik ga hier wachten, jongens. Ik ga hier wachten. Ho, ik was even bang dat we deze ook gingen verliezen. Zeg, hoppatee, let's go. Gevecht afgelopen. 3 potjes gespeeld. 3 potjes gewonnen met Nani. Sterspeler geworden. Daar doen we alles voor. Kijk eens aan, rang 3 geworden. Hoppatee, wat lekker zeg, jongens. Wat lekker. Zo, hoppatee. Nice. Ik ben er blij mee. Deze kunnen we lieven. We hebben weer alle knokkers dus nu in de game, dames en heren. Daar ben ik super tevreden mee. Ik hoop jullie ook. En laat even weten in de comments wat je van Nani vindt. Bedankt voor het kijken naar deze video. Tot morgen weer bij een gloednieuwe video. Vergeet niet te abonneren. En tot dan, dames en heren. Voor nu zeg ik later.